Hier in de Middenschool van Keerbergen hebben wij naast de normale vakken, bijvoorbeeld Nederlands en Engels, ook 6 basisopties voor jullie. Ik som ze even op. Klassieke talen, we hebben stem, we hebben economie, maatschappij en welzijnswetenschappen, we hebben sport en we hebben moderne talenwetenschappen. In uw eerste jaar ga je 2 basisopties mogen kiezen en die ga je dan combineren en dan heb je een totaal van 4 extra lesuren basisoptie. In uw tweede middelbaar ga je u moeten focussen op 1 basisoptie. Daar krijg je dan 5 extra lesuren basisoptie van. Bijvoorbeeld 5 uur extra sport, als je bijvoorbeeld in onze 2 sport komt. Dit was voor jullie eventjes een kort overzichtje van alle basisopties. Wil jij de leerkrachten eens zelf aan het woord horen, die effectieve basisopties geven? Kijk dan zeker verder naar deze video. Ben jij nu al helemaal verslingerd van alles wat met Romeinen en Grieken te maken heeft? Kijk je bijvoorbeeld ademloos op Netflix naar de films van Percy Jackson of heb je Troy al bekeken? Lees je heel graag de strips van Asterix en Obelix? Dan is Latijn misschien wel een leuke keuze om volgend jaar in het eerste jaar te doen. Wat gaan wij allemaal doen? We gaan eigenlijk een beetje geschiedenis doen. We gaan kijken naar het ontstaan van Rome. Hoe de Romeinen elke dag leefden. Hoe zagen hun toiletten er bijvoorbeeld uit? Wie waren al die goden waar de Romeinen en de Grieken zo gek op waren? Dat is wat wij in het eerste en daarna in het tweede jaar Latijn gaan doen. Wat is dan het verschil met het vak geschiedenis? Dat wij ook eens gaan kijken naar dat Latijn. Je moet dus ook eigenlijk wel houden van taal, want dat is wat wij gaan bestuderen in Latijn. Weet je nog niet goed of je echt wel voor dat Latijn wil gaan, dan kan je in het eerste jaar zeggen, ik neem toch maar 2 uurtjes Latijn en ga dat combineren met die andere interesse die jij eigenlijk wel ziet zitten. Bijvoorbeeld economie of stem of wat extra moderne talen. En dan kan je op het einde van het eerste beslissen of je toch wel echt voor die 4 uur Latijn wil gaan in het tweede jaar. We gaan eigenlijk heel eenvoudige Latijnse tekstjes samen lezen. Op een speelse manier proberen we ervoor te zorgen dat jullie woordenschat mooi uitgebreid wordt. En dat jullie vooral eigenlijk beseffen hoe dat Latijn een basis heeft gevormd voor onze talen vandaag. Want zoals wetenschappen en wiskunde vandaag heel belangrijk zijn, zijn ook talen vandaag de dag niet meer weg te denken in onze maatschappij. Wil jij later 3D printing expert worden of eerder dronepiloot? Of dacht je aan klimaatcontroleur? Dan zit je hier in het STEM-lab op de juiste plek. STEM staat voor wetenschap, techniek, bouwkunde en wiskunde. Aan de hand van kleine projecten ga jij zelf aan de slag en op onderzoek. De leerkracht is je coach en helpt je waar nodig. Via richtlijnen en het technologisch proces maak je eigen ontwerp en leer je probleemoplossend denken. Daarnaast zijn samenwerken, onderzoeken en creativiteit hele belangrijke talenten die je leert verder ontwikkelen tijdens deze stemlessen. In het eerste jaar kan je kiezen voor 2 uur stem. Hier gaan we onder andere aan upcycling doen, programmeren en waterraketten afvuren. In het tweede jaar kan je kiezen voor 5 uur stemwetenschappen. Dan verdiepen we ons verder in het wetenschappelijk onderzoek en leren we de basisbeginselen of basiswetten van fysica, biologie en chemie. Zo gaan we ijs leren maken zonder een diepvriezer, we gaan licht creëren met citroenen en je bouwt je eigen hologram. Dus ben je geboeid door wetenschap, techniek en wiskunde en wil je inzetten voor de wereld van morgen, dan ontmoet ik je graag. Waarom zou je nu kiezen voor economie? Je staat er misschien niet bij stil, maar elke dag kom je in contact met economie. Om een betere economische kijk te ontwikkelen op onze maatschappij en je woordenschat wat uit te breiden met economische termen, kan je hier op school kiezen voor de optie economie. Je zal tijdens de lessen economie op een eenvoudige wijze kennis maken met 4 thema's. Het eerste thema is het thema consument. Daar gaan we het onder andere hebben over de inkomsten en uitgaven van de jongeren in Vlaanderen. Het tweede thema is het thema Fairphone. Dat gaat over fair trade. Waarom is eerlijke handel nu zo belangrijk? Het derde thema
heet Winkelgalerij. Daar gaan we de verschillende verkooppunten bespreken met hun voor- en hun nadelen. En het laatste thema is de school. Daar gaan we onder andere berekenen wat het nu kost voor de ouders en ook voor onze overheid om jullie naar school te laten gaan. Hoe gaan we dat nu allemaal doen? Je gaat tijdens de lessen zelfstandig heel wat gegevens opzoeken. Je gaat teksten, grafieken, cijfermateriaal uit krantenartikels bestuderen. En je gaat zelf in groepjes op onderzoek gaan. En we gaan vaak gebruik maken van de computers en de tablets. Als dit jou iets lijkt, dan kan je kiezen voor de basisoptie economie. Hallo allemaal. Wanneer je kiest voor de basisoptie maatschappij en welzijnswetenschappen, dan kies je voor een portie lef. Ben je sociaal voelend of wil je het worden? Heb je interesse in de medemens? Vraag je je soms wel eens af waarom we op een bepaalde manier reageren? Heb je interesse in een gezonde levensstijl? Dan is deze basisoptie misschien echt iets voor jou. Lef staat voor lijf, eten en lifestyle. We ontdekken alles aan de hand van een aantal welzijnsgebieden. Emotioneel welzijn, geestelijk welzijn, gezonde voeding, voldoende beweging. Kortom, alles vanuit jullie leefwereld. Heb je interesse? Aarzel niet en join ons team. Hallo, mijn naam is meneer Teugels en ik ben een van de sportleerkrachten waarbij je terechtkomt als je kiest voor de richting sport. Wat is het grote verschil in het eerste jaar tussen een gewone richting en de sportrichting? Dat is dat je daar 2 uur extra sport krijgt. Wat zien we in die 2 uur? Dat is verdieping, uittypen van sporten, meer basketbal, meer voetbal en verbreding. Het aanbieden van nieuwe sporten die de andere klassen niet krijgen. Er zit ook een theoretisch stukje in, dus je hebt wel enige interesse in de wetenschappelijke achtergrond van de sport. Stroom je dan door naar het tweede jaar, dan komt er een heel groot theoretisch luik bij kijken. Dan heb je in totaal 5 uur extra, waarvan er 2 uur plus een extra uur theorie gegeven wordt. Dus heb je interesse in sport, heb je interesse in de wetenschappelijke achtergrond en wil je die met elkaar linken, dan ben je meer dan welkom in onze richting sport. Je suis Madame Dazeleer. Je suis professeur de français ici à Geerberg. J'adore le français. Et toi, tu aimes aussi le français? Alors, tu es à la bonne adresse. Naast de gewone lessen Frans geef ik ook het extra uurtje Frans voor de klasse moderne talen. In dat extra uurtje nemen we vooral de tijd om veel te praten in het Frans. Hoe doen we dat? Wij maken bijvoorbeeld een vlog. Cool, niet waar? We beluisteren Franse liedjes en aan de hand van leuke spelletjes gaan wij ook onze woordenschat uitbreiden. Jump! Jump! Jump? Jump? Dat is toch geen Frans woord, hè? You need to jump! Ah, sauter, springen! En behalve dat extra uurtje Frans dat ze gaan krijgen van jou in het eerste en tweede middelbaar, is er uiteraard nog ruimte voor een extra uurtje Engels. Beste taal ooit. Wat gaan wij doen? Jullie gaan van alles te weten komen over cultuur, politiek, economie in de United Kingdom, in London, the best city of the world as well. Ja, maar wij gaan ook Engels gebruiken. En zoals jullie weten is dat wel een zeer belangrijke taal in de wetenschappen. Ja, dus we gaan eens kijken bij wetenschappelijke experimentjes, proefjes, hoe dat in het Engels ook kan gebruikt worden. Ja? Als jullie dat allemaal graag zien zitten, jullie willen lezen, luisteren en spreken in het Engels, come to me. Ja? En dan zie ik jullie in het tweede middelbaar. Hey, dag jongens, dag meisjes. Misschien kan ik jullie een klein beetje verder helpen in jullie zoektocht naar een keuzevak. Wel, hier op de middenschool geef ik het basisvak natuurwetenschappen, maar ook het keuzevak wetenschappen. Binnen natuurwetenschappen gaan we natuurlijke natuur bestuderen. En in de eerste plaats doen we dat door samen een kijkje te gaan nemen in de natuur. En dan bekijken we wat er zich hier allemaal afspeelt. Maar ook met experimenten ga ik verschijnselen aan jullie tonen uit de natuur. En dan gaan we deze natuurverschijnselen samen verklaren. Het vak natuurwetenschappen hoort bij het basispakket.
Wat wil zeggen dat alle leerlingen van het eerste middelbaar en ook van het tweede middelbaar dit vak zullen krijgen. Maar jij kan er ook zelf voor kiezen om dit vak uit te breiden. En dat doe je door te kiezen voor wetenschappen. Dan dompel ik jou nog meer onder in die wondere wereld van de natuur. Maar wanneer kies je voor wetenschappen? Wel, ben je iemand die vol bewondering naar de natuur kan kijken? Ben je iemand die zo nieuwsgierig is en zich heel veel vragen stelt over natuur? Ben je iemand die als een echte wetenschapper wil leren denken en handelen? Ben je iemand die graag zelf experimenten uitvoert? Wel, dan denk ik dat wetenschappen echt wel jouw ding zal zijn. Want dan ga je in kleine groepjes zelfstandig aan de slag door de natuur te bespreken, te ontdekken, door daar experimenten mee uit te voeren. Experimenten zoals schimmels en bacteriën kweken, experimenten waarin dat je krachten gaat ontdekken, experimenten waarin dat de kleinste dingetjes van de natuur probeert zichtbaar te maken met de microscoop, experimenten waarin... Oei, bijna mijn eigen onderzoek vergeten. Meisjes en jongens, ik hoop dat ik jullie volgend schooljaar op onze middenschool mag tegenkomen. En wie weet maak jij deel uit van mijn onderzoeksteam. Dan gaan we samen op weg om van jou een beginnende wetenschapper te maken. Dat zou ik wel heel erg cool vinden. Oh ja, meisjes en jongens, hetgeen dat je echt nodig hebt voor mijn vak is een grote portie nieuwsgierigheid. Hopelijk tot binnenkort. Wil jij nu de leerlingen zelf eens aan het woord horen? Wil jij weten wat zij eigenlijk wel denken van die basisopties? Die video's kan je terugvinden op onze website.